Je ziet hier een product waarbij vele scherpe randen hier zitten. En deze randen moeten nog nabewerkt worden. Je ziet dat er al 3 bewerkingen plaatsgevonden hebben. Het product ziet er zo uit. We zijn gaan zetvlak voorbewerken. Daarna zetvlak restmateriaal hebben we uitgevoerd. Daarna zijn we gaan contour parallel nabewerken. En nu zie je, als je deze 3 bewerkingen simuleert, dat het product bijna helemaal aan de maat is. Alleen je ziet in de hoeken dat er nog wat weggefreesd moet worden. Nou, dit kunnen we doen met de functie 3D frezen kantenbewerking. We hebben hier in de boom al zo'n kantennabewerking hier staan. We zullen er eens op dubbel klikken. En je kunt als eerste het gereedschap kiezen. Een bolfrees van 4. Daarna gaan we naar de bewerkingsparameters. We geven een precisie op. Je moet dit precies tot op het model frezen. Hier kun je ingeven bij welke hoeken Conderkam moet controleren of er nog wat weggefreesd moet worden. Dus de open hoek, de maximale hoek, hebben we hier op 165 graden ingesteld. En de minimale op 0. Dat zou betekenen dat je, als je een spleet in je product hebt, en deze spleet is zeg maar 2-3 graden, dat Conderkam hier ook nog rekening mee houdt. In dit geval, in dit product, zitten die scherpe hoeken er niet in, zo klein. Meelopend frezen. Dan gaan we naar uitgebreid. Dit is een interessant tabblad. We hebben geavanceerde kantenbewerking geactiveerd. En we kunnen nu ingeven met welke frees we de laatste bewerking uitgevoerd hebben. Dat was een bolfrees van 10. Deze selecteren we. Dat was de contour parallel nabewerken. Zodat Conderkam kan uitrekenen wat er is nog blijven staan. En dat nu met de frees van 4 gaat nabewerken. Dus we hebben hier een referentietool geselecteerd. Wat je ook had kunnen doen is een extra toegiftwaarde op het geselecteerde gereedschap voor deze bewerking. In dit geval is het natuurlijk makkelijk om gewoon even de voorgaande bewerking te selecteren. Je kunt aangeven dat hij dat volgens een bepaalde breedte moet gaan nabewerken. Je kunt ook zeggen, doe dat automatisch. Dan rekent Conderkam dat voor je uit. En je kunt de zijwaartse stap opgeven. De in-uitloop laten we zoals het is. En we zullen hier nu even op annuleren klikken. Omdat we deze al een keer berekend hebben. De bewerkingstijd kan soms wel eens 2 minuutjes duren. Als we even het ruwdeel uitzetten. En het product aan. En we zetten de gereedschapbaan aan. Dan zie je dat de kantennabewerking deze baan gegenereerd heeft. En je ziet dat het een bewerking is waarbij alle scherpe kanten nagefreesd worden. Met deze bolfrees van 4. Dus deze functie 3D frezen kantenbewerking zul je vooral nodig hebben bij producten waar nog scherpe randen zitten. Waar de andere bewerkingen niet bij hebben kunnen komen. Tot zover kantenbewerking.